Mijn naam is Paul Rinkens. Ik ben voorzitter van het stichtingsbestuur van MVV. We zijn hier in Maastricht, Old Hickoryplein. Het project met de kinderen die lijden aan obesitas valt onder ons thema Scoren met Gezondheid. We hebben een project dat heet Maastricht United. Er zijn op dit moment 20 amateurclubs bij betrokken en lid van. En wat we daar voornamelijk doen is kennisoverdracht. Samen met kennisinstituten, met het Academisch Ziekenhuis, de universiteit, om samen te gaan helpen aan een lifestyleverandering. Ik ben Tom van Ifte, 27 jaar, speler van MVV Maastricht. Hier zijn jongens van het project Obesitas bezig met een training. Het zijn kinderen met obesitas die hier uit de stad Maastricht, die we in combinatie of in samenwerking met de universiteit terug aan het sporten willen brengen. Het is een leuk project met kinderen. Dus het mooiste dat er is, denk ik. Ik ben Sierra. Ik ben Oljay. Jullie moeten voor MVV kiezen, omdat het de beste club is die er bestaat. En omdat ze zelf goed trainen en heel erg goed kunnen voetballen. En ook helpen voor overgewichte kinderen, zoals voor kinderen die overgewicht hebben. Ja. Zoals wij twee. En andere kinderen. Ja. Het belang van maatschappelijk betrokkenheid voor een voetbalclub is enorm groot. Eigenlijk zou ik het willen zeggen, het is het bestaansrecht van een voetbalclub. Ja, zeker voor een club als Maastricht, een van de enige manieren nog is om te overleven. Nou, ik denk dat wij niet moeten winnen. Ik denk dat wij al gewonnen hebben. Omdat hier op dit moment een vibe heerst, een beweging aan de gang is, die mag je niet stoppen, die moet je zelf stimuleren. En als dat kan door een prijs, dan denk ik dat heel verstandig zou zijn van de jury.